This is number one. Ja, mensen, welkom in Geel, waar het lekker druk is vanavond. We gaan eens even een review maken. Je zou denken, Geel, wat is dat voor kermis? Het is een palmenkermis. En dat heeft te maken met palmpasen. Je denkt wel even met palmbier te maken, niet met palmbomen, maar echt met palmpasen. We gaan eens even een rondje lopen over de kermis. Ik zou zeggen, let's go, we gaan starten. En als iets te groot van maakzaak komen we tegen de poliep van Lauwers. Paul Lauwers, een Monster 3 poliep, gebouwd bij Zwartkop in 1982. Vanaf die tijd was hij van een Duitser, Kinsler. En toen werd hij verkocht aan een Fransman in 1989. Vanaf 1992 reist hij dan in België onder P. Lauwers. En het is toch echt een prachtig ding die ook lekker met gas draait hier. Op de kermis in Geel. Hij staat alleen niet volledig opgebouwd. En dat is wel jammer. Speed Booster, de High Energy van Hendrix. In 2005 kwam hij op de kermis als Twister. Daarna in 2006 kreeg hij al gelijk een nieuwe naam en een nieuwe look. En daar reist hij nog steeds onder. En kijk eens naar de kleuren. Welke kleur heeft deze booster? Ja, die slechte grap natuurlijk weer, hè. Maar wel interessante informatie natuurlijk allemaal in deze review. Maxi Move. Dat is een beetje de show. Zo worden de shows een beetje geven bij deze attractie. Hij is van Witch, als ik het goed uitspreek. En vroeger heette hij Maxi Move. In 2011 werd hij gerestyled naar Privilege. En in 2012 weer terug naar Maxi Move, zo die hij nu nog steeds heet. Prachtige beduler. Met redelijk goede ritten en leuke shows, moet ik eerlijk zeggen. Ja, we zijn in België en dan zie je vaak dubbele zaken. Zo ook hier, 3 oude scooters. Dit is nummertje 1, mensen. Ja, ja. In Aalst kwamen we al tegen en in Halle kwamen we al tegen. Reviews kan je trouwens zien op dit kanaal. De One Man Show hier als Funhouse. En hier hebben we de tweede alweer. Ja, 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 ja. Dat is snel, hè? De shaker van Tantino Zapiri. Gebouwd bij Sobema in 1995. Toen was hij daarna in handen van een Fransman. In 2009 is hij naar België gekomen en is hij compleet gekomen onder Tantino Zapiri.
Afgelopen winter is hij gereseld. Ik vind het er netjes uitzien. Op de foto's was ik er niet zo over te spreken, maar nu dat ik hem weer echt zie, vind ik het wel netjes. Live DJ in de kassa. En goede ritten met vette shows. Waaronder lekkere, leuke, firefun en lekker veel rook. Ik hou ervan. De gondels shaken een beetje zoals een center shake van Mondial. Echter kunnen ze wel over de kop, maar dat doen ze niet omdat hij niet helemaal lekker in evenwicht hangt, zeg maar. Hij lijkt een beetje op een freak out. Het is hem niet, maar het is een extreme van Funlight. Het is de freestyle van Severijns met behoorlijk belabberde slechte ritten. Ja, hij gaat één keer naar de top, dan raakt hij een paar keer de top aan en dan laat hij hem weer gewoon afzakken. En dat was de rit dan. Ja, hij is wel mooi. Er hangen nieuwe stroboscopen in, tenminste dat had ik nog niet gezien. Hij hangt in het juk, zeg maar. Vind ik wel gaaf eruit zien, maar nogmaals, de ritten. Ja, sorry, ik ben daar niet zo over te spreken. Vroeger stond hier wel een freakout, de X-Factory. Maar vanaf dit jaar staat hij er niet meer, want hij is aan het reizen in Frankrijk. En staat op dit moment in Lille. Dus vandaar moeten ze het vanaf dit jaar met de freestyle doen van Severijns. Ja, ja. En op. En neer. En op. En neer. En op. En neer. En op. En neer. Klinkt als porno, hè, mensen. Oh, wow. Ik heb ontzettend zin in popcorn. Ik heb ook zin in een feestje. Ja, dan ben ik bij de popcorn party. Denk ik van het goede adres natuurlijk. Een attractiegebouw bij Sobema, gebouwd in 1995. Vroeger zaten er drie gondels aan één kruis en KMG uit Neder had er toen één gondel van uitgehaald. Vanaf gehaald. En dat komt omdat de gondels elkaar raakten bij het draaien. Dus is die verbeterd. Ik vind het een prachtige zaak en is ook een unieke zaak van de enige soort op heel de wereld. Ik moet wel eerlijk zeggen, de rit lijkt een beetje op een gewone breakdance nummer 3 van Hus. Maar ja, de slag in de gondel is dan ietsjes anders. Maar je kan er wel mee vergelijken, maar het blijft wel een uniek ding. Maar voor de gewone fan zou zeggen, een breakdance. Tenminste, de gewone bezoeker van de kermis. Maar echte fans, die zien het verschil wel en die zien echt wel het unieke van deze zaak. Hij ziet er ook prachtig uit, deze zaak. Dat moet ik ook nog even gezegd hebben. Mooi in de led. Mooi, echt mooi, mensen. Come on, Mambo, come on, Mambo. Ja, het klinkt een beetje als seks met een zweep. Ik moest er wel op lachen toen ik dat net even hoorde. Hij is gebouwd bij Floris in 1976. In België is dat. Vroeger heette hij High Speed Power en sinds 2013 de Mambo. En staat hier dus als tweede bedule op de kermis. En dat is de derde oudscooter. Kijk, dat kan je wel zien, hè? De number one is in dit geval niet de number one, want het is namelijk bedoelen nummer 3. Vanaf deze bedoelen kan je ook bedoelen nummer 2 zien staan, de Mambo die we net tegenkwamen en andersom natuurlijk ook. Vorige keer toen ik hier was, kreeg je de reacties, als het druk is op de kermis, dan zitten ze wel vol. Nou, het is nu druk op de kermis en je ziet, ze zitten niet vol. Nee, 3 bedoelers, echt te veel denk ik voor deze kermis. Het bijt elkaar behoorlijk. De Crazy Dance van Tantilo Sapiri die we in Halle ook al tegenkwamen. Breakdance die met de kruis omhoog kan. Leuke shows erbij. Opvallend is dat hier de achterwand er niet bij staat. Terwijl er wel ruimte zat is. Ik denk dat het gewoon een beetje luiigheid is. En Firefun. Ja. Wat een vette toevoeging is dat toch altijd. Hè? Firefun. Ik hou ervan.
En daar is mijn grote vriend weer, Ali. Alibaba is dit. Ja, mijn grote vriend. Nee, dit is een wippie. Mooi wippie. Mooi in de verlichting. Mooie style. Aparte stylo. Kom niet vaak tegen deze stijl bij wippies. Leuk ding. Vorig jaar stond hier in geel de jumper van Orderman uit Nederland. Dit jaar de flying jump van Hendrix. Dit jaar voor het eerst in België. Daarvoor race hij in Nederland onder Van der Wiel. Is een Fabri jumper. Fabri is die gebouwd in Italië. Met leuke shows. Alleen ja, ze hebben hem vanaf december. En als je dan nu nog de machine niet onder controle hebt. Dat vind ik wel een behoorlijk kwalijke zaak. Want ja, verkeerde programma's die ingedrukt worden. Heel traag overschakelen van programma naar programma. Nee, de rit is mij allemaal een beetje te traag. En daarbij heeft deze twee compressoren maar jump nog steeds heel kort. Gek vind ik dat ook. Ja, met twee compressoren zouden toch langer moeten kunnen jumpen. Het lijkt dat het toch echt op het, aan het programma ligt. En dat is toch wat jammer. De shows lijken een beetje afgekeken te zijn van de skatejumper die ze de afgelopen tijd vaak gezien hebben. Want ja, nu lijkt het wel heel erg op de skatejumper met een aantal uitspraken hier bij deze jumper. Move 32, tweede kermis die hij doet hier in België en heeft pannen en het ziet er serieus slecht uit voor de attractie. Want hij ligt behoorlijk uit elkaar op dit moment. Beelden kan je zien uit Halle, de kermis Halle, off-ride, on-ride en ook in de review kan je zien wat ik ervan zeg mensen dus. Zeker de moeite waard. De Dragon als familieachtbaan. Hij wordt aangedreven door de baan totdat hij boven is. Op het hoogste punt. En dan wordt hij losgelaten en gaat hij vanwege de. Ja, via de zwaartekracht naar beneden, mensen. Ja, waar die zwaartekracht wel niet allemaal goed voor kan zijn, hè? Ja, je hoort dus dat er geen ketting is om hem naar boven te halen, maar dat is echt aangedreven wordt door de baan. En totdat hij boven is, kijk, en nu gaat hij dan ja, los door de zwaartekracht. Ja, mensen, we zijn rond. Dit was de kermis in de geel. Ik ben hier wel vaker geweest. Dat was een paar jaar geleden, kan je de review natuurlijk ook van op dit kanaal zien. En nu was de veel betere editie met de Move It natuurlijk en de Flying Jump die er toen niet stonden. Dat was een veel betere editie en ja, dat is een mooie kermis. En het was ook lekker druk en daar houden we natuurlijk ook van lekker druk hier op de kermis. Kijk voor meer op dit kanaal natuurlijk, eindcijfer voor deze kermis. Ik geef deze kermis een 8,6. Schitterend cijfer natuurlijk, 8,6. En de topattractie qua show was wat mij betreft wel de Shaker. Dus ja, dat is zeker leuk. Kijk ook even op mijn kanaal voor een on-ride en een off-ride van de Move It natuurlijk. Ja, waarschijnlijk heb ik geen beelden in de review, want hij heeft storing op dit moment. Dus ja, dan moet je even ja, los op mijn kanaal. Er staat zeker een video van de kermis in Halle. Daar stond hij ook. En dat heb ik hem gedaan. Dus dat zie je in de attractie en buiten de attractie. Abonneer natuurlijk op dit kanaal en like natuurlijk ook. En dan zeg ik tot de volgende kermis mensen. Op Halle.